Politie vermoedt brandstichting bij woningbrand Gieten. Nieuwe app GGZ Drenthe moet naasten beter helpen tijdens behandeling. Hurry Up beleeft hopeloze avond in Alsmeer. De politie heeft een sterk vermoeden dat de brand die afgelopen nacht uitbrak in een woning in Gieten is aangestoken. Vandaag is er een buurtonderzoek en zoekt de politie naar camerabeelden uit de omgeving. Ook worden getuigen gevraagd zich te melden. Het vuur werd ontdekt aan de buitenkant van het huis. Een deel van de vlammen sloeg naar binnen. De bewoners konden zonder verwondingen veilig het huis uitkomen. Hier kunnen ze informatie vinden en wij kunnen vragen stellen over hoe ze de zorg vinden en wat we erin kunnen verbeteren. Je vader, moeder of misschien wel je beste vriend of vriendin. Het zou zomaar kunnen dat iemand in je sociale kring kampt met psychische problemen. Al moeilijk genoeg voor de persoon zelf, dus daarom wil je als naaste natuurlijk graag helpen. Maar hoe help je iemand eigenlijk tijdens zo'n proces? GGZ Drenthe lanceert daarom de Naaste-app. Het is heel intensief als bijvoorbeeld jouw vader op bed ligt omdat hij depressief is. Of als je moeder stemmingswisselingen heeft waardoor ze de ene keer blij is en de andere keer verdrietig. Nou, dat heeft veel impact op een gezin bijvoorbeeld. Ja, zeker. Met de app kun je informatie en praktische tips krijgen hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Ook hopen de ontwikkelaars dat naasten mondiger worden. In de praktijk is dat nodig. Er zijn toch veel naasten die denken van hoe, dat is de behandelaar. Maar je moet gewoon met elkaar communiceren. En dat is in de triage. Dus je hebt gewoon de behandelaar, je hebt de patiënt en je hebt de naaste. Want de naaste heeft zoveel informatie over haar naaste, zeg maar de patiënt, waar de behandelaar zijn voordeel mee kan doen. Volgens GGZ Drenthe is het de eerste instantie met zo'n soort app. Andere organisaties kunnen ervan profiteren als ze dat willen. Kijk, wij gaan natuurlijk vanuit GGZ Drenthe de app ondersteunen met de informatie vanuit GGZ Drenthe. Maar de app is niet van ons. In die zin dat iedereen mag hem gebruiken als die dat wil. Neem contact met ons op, dan kunnen we kijken hoe we dat gaan organiseren. Na het knappe punt van een week geleden tegen Achilles Bocholt namen de handballers van Hurry Up het Zwarte Meer het gisteravond op. Tegen oud-landskampioen Aalsmeer. En de start is slecht van de gasten. Onderschepping van Fighters trainer Vicius, oud-speler van Hurry Up. En hij bedient Donny Fink. Al na 13 minuten een achterstand 9-2. En dus is het tijd voor een time-out. Aalsmeer op Rozen. En Hurry Up moet iets anders verzinnen. Dat lukt maar moeilijk. Miedema op Gonzalo Gracio. De enige speler met het vizier op scherp. Gisteravond goed voor 7 doelpunten. Verschil terug naar 7. Maar het is Aalsmeer dat een goede eerste helft speelt. Hurry Up achter de feiten aanlopend. Anderhalve minuut voor het rustsignaal. Weer trein naar Vicius. Plaaggeest van Hurry Up maakte er gisteravond 8. De tweede helft. Het grootste verschil. Don Hartog 24-12. Duidelijke cijfers. Hurry Up. Zowel aanvallend als verdedigend, onmachtig. Dit is fraai, Hoogland op Boonstra. Een doekje tegen het bloeden. 20 minuten voor het eind. Positief puntje te melden. De terugkeer van Sverre Jansen. Met deze fraaie goal maakte er uiteindelijk 2 na een zware knieblessure. Geen punten voor Hurry Up, dus tijd voor Hemmers om reserves in te zetten. Zoals deze jongeling, Martijn Bijl uit Emmen Compascuum met de 32-22. Wordt het verschil dan 10? De slotsecondes. Weer trainer Vicius als aangever. De redding van Jorik Pol, jeugdinternational van Hurry Up. Houdt de score op 34-25. Hurry Up wacht nog altijd op de eerste zege van het nieuwe seizoen. En ontvangt volgende week Sporting Pelt. Ondanks de zonnige nazomer was de zomer zelf erg nat. Marketing Drenthe verwacht dat vooral campings een slechte vakantieperiode hebben gehad. Tegelijk was het voor sommige vakantieondernemers juist wel een goede vakantietijd. We hebben een goede zomer gehad. Ondanks de regen bleven mensen gewoon komen. Ze hebben zelfs langer geboekt, wat we niet verwacht hadden eigenlijk met de regen. Je mag gaan zitten. 1000 noordelijke zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers voeren vandaag actie in Den Haag.
Vlak voor de zomer werd bekend dat de komende 5 jaar 700 miljoen euro minder beschikbaar is dan waar de zorg van uitging. En dus werd deze petitie met ruim 34.000 handtekeningen aangeboden. Laat dan maar ministers, ze die deze onderwend zijn, hier met een weekje werken. Want dan doen ze dit nou nog geen dag vol. Stikstof is niet de grote boosdoener als het gaat om achteruitgang van de natuur. En met de natuur gaat het juist de goede kant op. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur. Het rapport werd woensdag besproken in de Provinciale Staten. Ja, die stichting, ja, dat is een club die is ervoor opgericht om de boeren een platform te geven. Ja, helemaal niks mis mee, zeggen bijvoorbeeld de ChristenUnie of Partij van de Arbeid. Maar daarmee is het verre van objectief. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent op verschillende plekken ook parkeeroverlast. Omdat ouders hun kinderen met de auto brengen en halen. Omwonenden van de vrije school De Stroeten in Emmen zijn het zat. De bermen voor hun woning staan 2 keer per dag vol met auto's. Dat zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Ze willen dat de gemeente ingrijpt. De straat is niet zo breed. Ja, dan belemmeren ze de doorgang. Dus bijvoorbeeld een ambulance en brandweer kunnen dan niet langs. En de mensen kunnen zelf niet van hun erf af. Criminelen die via legale bedrijven dingen doen die niet door de beugel kunnen. Ondermijning wordt dat genoemd. Het is een groot probleem in Hoogeveen. En de gemeente doet er te weinig tegen. Dat concludeert de Rekenkamer nadat ze onderzoek deed naar georganiseerde criminaliteit in Hoogeveen. Nou, 2 wijken die worden uitgelicht zijn de Oranjebuurt en de Verzetsbuurt. Een onderzoeker is daar ook naar die wijken toegegaan om met de bewoners te praten en te vragen, ja, merken jullie er ook iets van? En de gedeelte zegt, ja, wij merken daar wel wat van en we hebben er ook wel, ondervinden er ook wel hinder van. Dekens zijn vannacht niet nodig, want het blijft nog lang heel warm. Na middernacht koelt het langzaam af naar 16 graden. Ook morgen is het nog warm met ruim 29 graden. In de avond trekken vanuit het zuiden van het land wat buien over die in de nacht Drenthe passeren. Dinsdag neemt de hitte af. Het begint droog, maar in de middag trekken regen- en onweersbuien over. Het wordt zo'n 25 graden. Ook woensdag valt de regen en zakt het kwik richting de 20 graden. Donderdag blijft droog met vergelijkbare temperaturen. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u online op rtvdrenthe.nl en in onze app. Heel fijne avond en graag tot morgen.